Marjolein, leuk dat je er bent. We zijn 3 jaar geleden hebben we elkaar hier ontmoet, denk ik. En we kennen elkaar al een hele tijd. Maar 3 jaar geleden kwam je aanwaaien op de Veldhof. We zitten hier dus op de Veldhof. Tuinderij in de Achterhoek. Permacultuur, voedselbos, zelfoogst. En nou, je bleef geloof ik meteen, hoe lang? 5 dagen of zo? Ja, nog wel een week denk ik. Ja, ja, het was alsof je een beetje thuis kwam, denk ik, hè? Ja, absoluut. Ja, ja. Je was echt meteen verkocht. En sindsdien kom je zo'n beetje 1-2 keer per jaar kom je met je camper hier naartoe. En ik vind dat altijd zo ontzettend leuk. We weten nooit van tevoren je hier bent. En dan sta je ineens met je camper weer voor de poort. En dan werken we samen en genieten we enorm van de tuin. En heel erg leuk dat je er vandaag ook bent. Dit is een eerste keer dat we een beetje een gesprekje in de levenstuin neerzetten. En ik vind dat heel mooi, omdat ik altijd heel erg graag met jou van gedachten wissel over niet alleen de tuin, maar ook het leven en alles. En leuk dat je er bent. En misschien is het ook leuk als je vertelt waarom je hier zo graag bent. Wat je zo aanspreekt in deze tuin of deze plek. Of, wat maakt dat je hier graag komt? Nou, het was al een paar jaar voor 2020 dat je bij ons in Den Haag kwam met kratten vol groenten om een lezing te geven over waar je mee bezig was. En dat vond ik al echt zo'n overvloed en zo fantastisch. Want dat is natuurlijk in Den Haag, in de stad. Er zijn nu meer initiatieven die er zijn waarin we meer lokaal kunnen dingen inkopen en vooral ook biologisch kunnen inkopen. Maar ja, jij was eigenlijk al veel verder met het geheel en voor mij gaat spiritualiteit en bewustwording ook over de verbinding met de aarde. Als we dat niet echt integreren in die connectie met de aarde, dan is er een soort van gemist stuk in het, want wij zijn ook natuur, ons hele lichaam is natuur en het geeft zoveel voldoening en dat ontdek je pas als je ermee bezig bent. Want doordat ik natuurlijk dus bij jou hier was in 2020, en het voor- en het najaar, leerde ik zoveel onderweg en ik heb ook een dag met jou gedaan over maak je eigen tuinplan en de meeste mensen zoals ik ook heb zo'n postzegeltuintje in de stad van 3 bij 4 meter eigenlijk. Heb daar de tegels uitgehaald. En elke keer kwam ik dan weer met nieuwe stekjes in die tuin. En nu ook weer na 3 jaar staan er zoveel verschillende dingen in. En kan ik daar ook uit eten. En inmiddels heb ik wat wildplukwandelingen georganiseerd vanuit Den Haag. En ook andere tuinen en moestuinen gezien en in contact gebracht. Ook met jou eigenlijk een hele mooie zaaiprogramma. Waarin heel duidelijk staat wanneer je wat kan zaaien en wanneer je wat kan oogsten. Want dat is het toch altijd. Ik ben wel heel erg zelf voor het gewoon een beetje rommelen en uitproberen. Gewoon beginnen. Dan krijg je er meer voldoening van. En vind je het ook. Voel je ook hoe leuk dat is, dat je je eigen dingen eet. En daarna kan je verder studeren in een heel goed schema. Of allerlei andere boekjes ook van Leonique over wild plukken en plant en medicijn. Zodat je het langzaam eigenlijk in je leven integreert dat je gewoon gaat plukken als je thee maakt. Ja. Dat je gaat plukken voordat je een soepje maakt. En dat je, wat is het eigenlijk nog meer waar je het nog meer in kan gebruiken? Wat zei ik altijd? Thee? Nou ja, crampjes. Gisteren had ik een hommelsteek en opgezet been. Niet zo fijn. En jij kwam meteen met allerlei suggesties voor crèmes die zouden kunnen werken. En een stukje zelfredzaam eigenlijk ook. Ook dat je dat allemaal leert. Dat je weet dat je heel veel uit de natuur kan halen. Ja. En dat je niet meteen naar de apotheek hoeft te rennen. En daar kan ik nog wel heel veel van leren. Hoe je dat dan doet. Dus ja, dat is heel leuk hoe je dat dan zo breed neerzet en steeds weer nieuwe facetten eruit haalt. Ja, en het is vooral de angst. Hè? Angst voor, kan ik dit allemaal wel? Komt er wat uit?
En met wild plukken ook dat eten van, oh, zijn ze niet giftig? Of met een crèmetje maken denken, oh, dat is veel te ingewikkeld. Maar het is allemaal eigenlijk heel erg simpel. Ja, we zijn het alleen vergeten. Ja. Er zijn zoveel vaardigheden die we eigenlijk niet meer weten. En dat geldt voor mij ook, hè? Want ik heb geen... Ik kom niet uit een boerenfamilie. Ik heb ook geen familie met land of zo. Hè? Dus ik had een kantoorbaan. En ik stond eigenlijk best wel ver van, nou, zowel mijn eigen natuur als de, voor zover dat überhaupt gescheiden is, de natuur waar we in leven. En ik blijf ook zoveel ontdekken. En ja, ik heb heel veel geleerd de afgelopen jaren, maar dat is ook nooit klaar. Maar ik herinner me wel, en dat is ergens heel mooi, maar ook alweer jammer. Ik had twee oud-tantes, die zijn tot in de 100 geworden. Die hadden nog zoveel kennis over het verzamelen van paddenstoelen. En ik ben als tiener een keer mee geweest en toen interesseerde het me helemaal niet. En nu denk ik, oh, ze zijn al jaren dood. Als ze nu nog zouden leven, zou ik toch zo graag nog een keer met die oud-tantes op pad willen door het bos. Want zij zijn daarmee opgegroeid. Zij hebben dat allemaal nog meegekregen. Ja. En dat is weg. Ja, dat is ook zoiets. Hè? De paddenstoelen, daar ben ik vorig najaar mee begonnen te gaan lopen. En eerst had ik dan een vriend uitgenodigd die er wat meer van weet. En toch ook zag je bij hem ook van, nee, zoek het even op wat dit dan is. En nou, en dan heb je er eigenlijk een stuk of 6 best wel heel snel te pakken die je zo kan herkennen. Ja. En kan eten en kan gebruiken. Ja. Dus dat ben ik ook gaan doen. Ja. Maar ik voelde de eerste keer dat ik dat deed, dat je die programmering van op school, giftig dit besje of dat paddenstoeletje of dat plantje. Terwijl als je het gaat opzoeken, dan moet je er een kilo van nemen, wil het misschien diarree veroorzaken en gif. En niet direct als je 1 besje neemt of een plantje, want je proeft ook in je mond van, nee, dit is een beetje bitter of dit is te, dus die spuug ik weer uit. Weet je, de natuur is niet zo heftig. Ja, maar dat is ook wel interessant wat je zegt, hè, over wat het lijf dan eigenlijk aangeeft door iets wel of niet te verdragen of ja, aan te geven dat het het graag inneemt of juist niet. Dat is natuurlijk ook al, dat gaat niet altijd op, maar dat is wel ook heel mooi dat we eigenlijk in de basis dat ook gewoon wel voelen wat goed voor ons is en wat niet. En als je bij twijfel hebt, ja, laat het even liggen, zoek het op. Ja. Dat is eigenlijk een natuurlijk iets wat het systeem al doet. En we hebben natuurlijk zoveel jaren geleerd met het onderwijs dat we, ja, dat je niet naar je gevoel moet luisteren, maar moet blijven zitten en je mond houden. Ja. Dus dat is een hele reprogrammering in van wel je gevoel te volgen. Maar wat ik me afvroeg, hè? Jij, het is natuurlijk een hele logische stap. Jij bent met het spirituele bezig, het holistische, energie. Maar toch kwam dit redelijk laat op jouw pad, denk ik. Hè? Echt de fysieke, de aardse verbinding, het met je eten, actief bezig zijn. Wat maakte dat ineens bij jou ging stromen? Nou, het was wel al eerder op mijn pad. Toen ik mijn kinderen kreeg, was ik eigenlijk al heel erg bezig met gewoon bij een groenteboer die alles lokaal inkocht. Die door het hele land reed, 2 dagen in de week, 3 dagen en 2-3 dagen ergens stond om het te verkopen. Okay. Dus ik kocht altijd al, van dat ik mijn kinderen kreeg vanuit 2003, nou dat is 20 jaar geleden, biologisch daarin. Toen ben ik in 2010 heb ik de tegels uit mijn tuin gehaald, uit dat kleine tuintje. En 4 kuub zand weg en 4 kuub biologische aarde erin. Het was heel lief dat een vriend van mij dat wilde doen. En ik las ook die boekjes van Anastasia over dat een hectare land. Nou, dan zit je dus, ik was ook alleenstaande moeder met 2 jongetjes in Scheveningen of wel aan de rand van de duinen, maar ook wel dicht bij mijn familie, wat heel fijn was. Maar geen hectare is daar. Dus dan heb je dus dat kleine ding. En ze zegt, begin gewoon.
Ja. Nou, toen kwamen er twee boompjes groeien van een eik en een berk. En ik heb ze laten groeien en ze zijn nu echt, nou, ik weet niet hoe hoog ze, bij de tweede verdieping van mijn huis. Ja. En die geven een prachtig veld waardoor ik de huizen tegenover me nauwelijks zie. En ik heb mijn bankje eronder geparkeerd, onder een afdakje. En ligt daar dus eigenlijk een soort van bosgevoel, omdat die twee bomen er staan. Wat genoeg schaduw geeft voor bepaalde planten en anderen weer een stukje zon nog hebben. En zo zie je dat de uitdaging überhaupt, vind ik, in het leven, maar ook in de tuin, is vaak minder doen dan meer doen in eerste instantie. En op het moment dat je een bepaalde productie zou gaan maken, zoals bij jou, ja, dan kom je in een ander ritme, maar doe je het alleen maar voor jezelf. Ja, dan zijn er weer hele andere dynamieken zijn er gaande. Want hoe is dat voor jou? Dat je eigenlijk gestart bent met een soort van klein tuintje midden in de grote tuin, waarin dus ook alle abonnementhouders hun groenten en hun fruit kunnen oogsten zelf. Wat ik helemaal fantastisch vind, dat ze dat zelf doen. Want ja, daar gaat het juist over. Niet de 100% efficiëntie, nee, maar echt iedereen zelf met hun kinderen komen. Ja. Ja. Nou, ik weet niet of jullie het zien. Hier achter ons zie je een houtwal. En als je het hebt over efficiëntie. Ja, ik werk vanuit permacultuur. En permacultuur betekent dat je zoveel mogelijk de natuur kopieert en met de natuur meebeweegt. Dus je gaat kijken hoe het in de natuur gaat. En ja, in de natuur zul je zelden van nature een veldje vinden met rijtjes sla, rijtjes wit, rijtjes venkel, weet ik veel. Daar komen heel veel planten in die zich uitzaaien. Er komen bomen in, eerst pioniersbomen, dan andere bomen. Dus het ontwikkelt zich altijd door naar een bos. En de bodem is altijd bedekt. Dus dat idee van kale veldjes, dat is niet natuurlijk. En de eerste jaren was het voor mezelf soms best een beetje een worsteling. Omdat als je groenten wilt eten, eenjarigen, die zijn per definitie, die staan helemaal onderaan in de keten als je het hebt over successie. Over opvolging richting een gezonde tuin, richting een bos eigenlijk. Ja. Dus je probeert dat te fixeren. Je probeert die groenten te laten groeien, terwijl om je heen al die planten eigenlijk continu al die zaden eroverheen strooien en zeggen van nee, dat is leuk en aardig die groenten, maar wij gaan doorontwikkelen richting bos, want dat is de natuur. En dan ga je meer kijken van oké, hoe kan ik dan bepaalde stukjes daar wel inhouden, omdat ja, we willen graag eten verbouwen, we willen graag groentes eten. En bepaalde stukken, die laat je dan wel meer over aan de natuur. En dat is bijvoorbeeld zo'n houtwal, als je hier ziet. En als je het over efficiëntie hebt. Als je hier heel droog naar kijkt, dan zou je zeggen, nou, eigenlijk is een heel groot deel van die tuin dus niet efficiënt ingericht voor ons. Maar dat is het punt. Het is natuurlijk niet alleen voor ons. Want wij hebben de insecten nodig. En wij hebben andere dieren nodig. Wij hebben padden nodig en egels en alles om deze tuin te laten draaien, bijen. En daar moet je dus letterlijk de ruimte aan geven. En ik heb in mezelf ook wel gemerkt, de tuin was vanaf het begin af aan zo ingericht dat we die ruimte echt gaven aan verschillende kleinere biotopen, waar dus ander leven mag ontstaan en waar je eigenlijk vanaf blijft. Hier hebben we nooit wat mee gedaan. Dit mag gewoon groeien en bloeien en nou, alles wat erin zit is daar happy mee. Maar het is die wederkerigheid, want het helpt ons natuurlijk ook om uiteindelijk wel het stukje met groenten te kunnen verbouwen en onze sla te kunnen oogsten. Dus voor mezelf was het ook wel een weg in, toch ook wel je plek kennen. En een stukje controle ook loslaten. Of een klein stukje wel wat meer onder controle houden en de rest niet. En daar heeft het geheel gewoon enorm veel baat bij, inclusief mijzelf. Dus het was een les in bescheidenheid. Bescheidenheid en ook wel een stukje dienstbaarheid. Dat ik kan heel veel willen, maar dat is niet wat gaat werken. Als ik alleen maar vanuit mijn eigen behoeften ga kijken, dan gaat het dat dus niet worden. En dat maakt het heel interessant, want
Wij denken natuurlijk heel veel te weten, maar ja, we zijn ook onderdeel van. En we zijn er maar zo'n klein stukje van. Ja, dus... en het is ook de vraag, wie wil wat? Ja. Want als je dat idee van die efficiëntie van het ego, die altijd van alles zou willen of denkt te weten, loslaat wat je hebt gedaan, want je hebt heel veel ruimte aan andere dingen gegeven, dan zie je dat in deze houtwal er heel veel meidoorn is, vlierbloesem. Je kan overal hier theeën van maken en allerlei middeltjes die voor hartklachten bijvoorbeeld goed zijn. Dus als je gaat kijken van wat er dan uiteindelijk is en je voelt, dan is het eigenlijk precies wat wel voedend is. Want er is eigenlijk hier nog een heel terrein qua wildplukken. Verder ontwikkeld kan worden in hoe je dat in olietjes en zalfjes en allerlei andere dingen kan fabriceren. En dan hebben we het natuurlijk over een bepaalde output. Er moet iets uitkomen in de vorm van eten of andere dingen die wij kunnen benutten. Maar als we nou eens kijken naar wat het in de beleving doet. Ja, dat helemaal. Ik merk dat mensen hier kunnen aarden en dat er iets getriggerd wordt, een herinnering of misschien een vorig leven, dat mensen, het is vertrouwd hier. Vaak hoor ik, bij mijn opa en oma op de boerderij was het vroeger ook zo. De diversiteit, de omhulling, we zijn hier ook echt heel mooi omhuld, we zitten midden in het bos. Ja, het is allemaal heel aards en heel puur. En dat doet iets met mensen. Ik merk dat mensen hier heel erg graag zijn, ook graag om te helpen. Maar ook de oogsters die hier zijn, het is alsof je na een lange werkdag hier even tot rust kunt komen. De mensen willen vaak niet meer naar huis. En dat is ook wel heel mooi. Hè? Het is echt wel heel helend om hier rond te lopen en de insecten te zien, de vlinders, de verschillende vruchten. De planten die zich ontwikkelen. Het wordt elk jaar mooier. En elk alle jaar bloemen. Diverser. Ja. Ja. En het zegt ook wel veel over hoe we ons leven inrichten. Hè? Dat we eigenlijk dit ook niet meer zo heel erg kennen. En dan hier komen en dan een verre herinnering. Oh ja, dit is er ook. Ja, maar het is ook dus echt een input. Want je ziet sommige vrijwilligers en oogsters hebben ook hun eigen tuin. Thuis is dit in ieder geval bij mij, heeft het me ontzettend geïnspireerd om met allerlei stekjes, en die heb je natuurlijk ook met zo'n dag waarin je allemaal plantjes hebt die je aan iedereen doorverkoopt die daar geïnteresseerd in zijn. De plantjesmarkt en ook stekjes die bijvoorbeeld, want er zijn een hele hoop dingen die ook weer bijgehouden worden. Dan hou je allerlei uitsteeksels over van al die ontzettend hoeveelheid bessenplanten die je hebt. En die groeien dan weer heel goed in ieder zijn tuin. Dus als iedereen hierdoor geïnspireerd raakt om zijn eigen omgeving of berm of tuintje eetbaarder te maken. Het is een groene vlek, een groene oase die in zoveel opzichten voor overvloed zorgt. Want het doet iets hier en het doet iets hier. En de tuin zelf geeft ontzettend veel. En inderdaad, als wij bijvoorbeeld in het najaar gaan snoeien, dan gebruiken we het snoeisel van de bessen om daar weer nieuwe stekken van te maken. Nieuwe planten. En dat kan eigenlijk oneindig zo doorgaan. En dan zie je ook hoe mooi dat is. Dat het is hard werken. Het is zeker in het begin is het echt wel pionieren en veel handen die nodig zijn om zoiets neer te zetten. En nu zijn we dan 7 jaar verder. En dan staat er een tuin die eigenlijk zo sterk is geworden. Ondanks al die droge jaren die we hebben gehad. En natuurlijk, er zijn nog steeds uitdagingen, nog steeds dingen waarvan je denkt, het zou wat sneller mogen, of wat beter, of anders. Maar de basis staat. En je merkt dat de tuin draagt zichzelf veel meer. En wat ik ook heel mooi vind, daar hadden we het vanochtend al even over. Dat er echt een gemeenschap ontstaat. Een gemeenschap van mensen die hier gewoon heel graag is. En die met elkaar deze tuin draagt. En ja, ik ben de tuinder. Ik ben wel degene die het aanstuurt. Maar regelmatig denk ik ook, of eigenlijk is het ook zo. Ik ben ook iemand die...
die een stukje meeloopt op het pad van deze tuin. En ik mag het nu beheren, ik mag het nu helpen om verder door te groeien. Maar uiteindelijk, het draait dus niet om mij. Ik ben nu degene die dat doet. Maar met zo'n tuin, als je zo'n tuin neerzet, is het echt het idee dat je dat voor een aantal generaties doet. Deze tuin zal nog mooier, nog voller, nog diverser zijn en zal de komende generaties kunnen gaan voeden. En ja, dat is iets wat je na een aantal jaren merkt, dat mensen dat ook echt voelen en zien. Oké, dat is waar we naartoe gaan en waar kunnen we dan op onze manier aan bijdragen. En dat is zo mooi dat je merkt dat er van alle kanten nu heel veel enthousiasme komt en mensen zo graag hier zijn, dat je ook niet het gevoel hebt dat je het alleen doet. Ja, en je doet het echt met elkaar en voor elkaar. En ja, dat begin ik steeds meer te voelen. Dat ik denk, oh wacht even. Ik had natuurlijk een intentie toen ik hier begon. Ik had een gevoel waarom ik dit deed. Maar ik kon het zelf eigenlijk ook nog niet helemaal voelen dat het dit is. Toen kon ik het nog niet helemaal zo. Hè? Ik vond het een hele leuke uitdaging. Ik dacht, ga onwijs veel leren. Ik leerde alles, want ik wist dus niks. Ik wist niet hoe ik een wortel moet zaaien. Ik wist echt niks. En daar ben je de eerste jaren heel erg druk mee. Van hoe werkt dat nou allemaal? Hoe groeit die groente eigenlijk? Oh, help, onkruid, insecten. Wat doe je ermee? En nu draagt die tuin zich steeds meer zelf. En merk je dat er eigenlijk heel andere dingen onder liggen. Waarom doe je dit zo graag? Ja, omdat je eigenlijk ook heel erg graag bij wilt dragen aan iets. En onderdeel wilt zijn van iets. En dat je dat met elkaar doet. Dat het is echt een beetje een thuis. Het is gewoon een thuis geworden hier. Ja. En dat voor velen. En dat realiseer ik me eigenlijk nu pas. Hoe bijzonder dat is. Ja, dat herken ik natuurlijk ook die jarenlange cirkels die wij in Den Haag hebben. In de vorm van meditatie en mediumschap. Dat ook, dan denk je in eerste instantie dat het daarom gaat. Maar uiteindelijk gaat het om de community die er ontstaat. De ouderen, de jongeren, de mensen die zich gezien voelen. Kopje koffie daarna. Het praatje, de warmte. En nu ik ook door de inspiratie van hier, die wildplukwandelingen en dat samen elkaars tuintje eigenlijk bekijken en daar weer een stekje en een plantje uithalen, merk je dat we dus ook een community aan het bouwen zijn met een appgroep of andere. En dat er dus meerdere initiatieven zijn, ook rond de stad. Maar ook natuurlijk, wat jij hier hebt opgebouwd is zo mooi dan ook om voor mensen naar te komen en mee te helpen en te kijken en te leren. En dat weer mee te nemen eigenlijk naar alle gebieden in Nederland. En dan te zien van, het hoeft niet hetzelfde. We hebben een kleiner stukje, maar we hebben wel heel veel tuintjes die we, waarin we gezamenlijk ook dingen kunnen uitwisselen qua kennis, qua wat je er allemaal mee kan. En ja, het plezier en de community gevoel is wel heel erg fijn. Van mocht er dus dingen zijn, weet je, dat als mensen denken van een voedseltekort of de supermarkt is leeg of dat soort dingen. Zo, hè, na de gasprijzen denken sommige mensen dat. En ja, op het moment dat je iets weet van wat je allemaal kan eten aan wilde planten. Wat, zoals die schijnaarbeidjes en al die bramen en al die andere blaadjes. Dat was vroeger gewoon de spinazie, de groente die gewokt werd. En zo zijn er talloze meer. In de natuur is zoveel wat we kunnen eten. Dat we helemaal niet ons zorgen hoeven te maken over dat soort dingen. Nou, het is wel grappig, hè? Want jij bent heel erg met het wildplukken bezig. En ik ben meer met de gecultiveerde groentes bezig. Die hebben eigenlijk heel veel aandacht nodig. Die zijn kwetsbaar. Het zijn eenjarigen. Nou, die hebben vocht nodig, voedingsstoffen. Dus ze wortelen niet diep. Dus met een droge periode moet je eigenlijk elke avond water geven. Ondanks dat je allerlei natuurlijke permacultuurtechnieken toepast. Het blijven toch kwetsbare planten. Ja. En dan kijk ik om me heen. En dan zie ik dus al die zones die we hier hebben, die ik met rust laat en die ook booming zijn, daar doe ik niks aan. Ik denk, ik zou hier eigenlijk niks hoeven zaaien om toch met heel veel mensen hier jaar rond te kunnen eten. En dat is ook wel weer de contradictie, hè? Dat het is voor veel mensen al een stap om echt na te denken over biologisch eten. Maar als we meer gaan naar wildpluk of noten, dat heeft tijd nodig voor mensen om daar meer in te groeien. Maar eigenlijk hoef ik hier niks te zaaien om gewoon te kunnen eten.
Nou, en dat maakt het ook wel bijzonder, hè? Voor mezelf ook, omdat ik merk van ja, ik ben zoveel tijd bezig met groentes kweken. En ik kan hier ook gewoon een paar blaadjes plukken. En dan is het een andere smaak en een andere beleving. Maar heel voedzaam en gezond. Misschien nog wel meer dan die groentes die ik verbouw. Maar laten we voor de combinatie gaan. Maar dat is de volgende stap. Dat zijn dingen die je en naast elkaar kan ontwikkelen. Ja. En naast elkaar die kennis daarover kan hebben. Ja. Zodat iedereen kan denken van nou, ik ga in mijn kleine pieptuintje één lapje doen met wat... wat groentjes, wat sla, wat veldsof, spinazie. En de rest laat ik gaan. Ja. En ik denk dat altijd het een combinatie is geweest van beide, eerlijk gezegd. Ik denk dat het altijd een combinatie is geweest van beide. Tenzij je natuurlijk ook weer verder gaat en je kan de wortels ook eten en de bessen. Dan is er al zoveel in het wild te vinden dat je het eigenlijk niet eens meer nodig hebt. Nou, het is natuurlijk wel weer... ook breder dan dat ik denk wel, als je met z'n allen gezond wilt eten, dan zul je ook weer niet alles uit het bos kunnen halen of uit het wild plukken. En los daarvan dat we nu tijd nodig hebben om daar meer in te groeien. En het is natuurlijk heel interessant waar we dan nu voor staan in die transitie van onze landbouw. Waarvan ik overigens niet denk dat ik daar nou de oplossing voor heb. Maar wel een van de mogelijkheden hier kan laten zien voor kleinschalige landbouw, is dat ook heel interessant. En daar zijn deze projecten ook belangrijk voor. Niet alleen dit project, maar heel veel andere projecten met mij, die allemaal op hun manier aan het pionieren zijn naar hoe kunnen we naar een andere kleinschalige landbouw. Waarbij we kringloop kunnen sluiten, waarbij we uitgaan van een korte lokale keten, directe verkoop. Dat we als groep minder afhankelijk zijn van een grotere industrie. En gezonder eten. En dat we ook dat kleine ondernemerschap op die manier er ook in kunnen houden. Maar dat kennen we eigenlijk. Ja. Hè? De slager verdwijnt, de bakker verdwijnt. Nou ja, het komt ook wel weer terug. Er komt juist veel meer ook weer decentralisatie van dingen. Omdat mensen nu ook wel zien van... ja, wat heb ik eraan om steeds meer in grotere dingen te doen. En daardoor steeds meer regels te krijgen. En steeds meer belasting te betalen. Als ik nou zorg dat ik... allemaal kleine handelspartnertjes om me heen heb en daarmee een fijne uitwisseling kan creëren zonder dat ik mezelf overwerk. Nou, ja, dat is ook wel heel wat voor te zeggen. Ik denk dat het eigenlijk om veerkracht gaat. Om die lokale initiatieven, dat je met elkaar een verbinding aangaat. Je kent elkaar. Je deelt ook in risico's. Deze tuinderij is een CSA. Dat betekent dat je met elkaar de overvloed, maar ook de schaarste deelt. En dat je daarin ook echt meer meebeweegt op de natuur. En je bent veel minder aan het afdwingen. We halen hier het meest maximale uit binnen wat gezond is voor deze tuin. Zodat we de komende generaties ook kunnen voeden en het bodemleven niet verstoren en uitputten. En dat is ook een mindset. Hè? Op wat voor manier wil jij aan je eten komen? Maar het laat dus ook echt zien dat je met een kleine groep lokaal dit soort initiatieven echt wel toekomst hebben. En dat het dus los van allerlei andere dingen gewoon ook voor een groot deel helemaal niet nodig is om die grote industrieën in stand te houden. Als we echt gaan kijken naar hoe we ons land gebruiken en wat echt voor de toekomst goed zou zijn voor onze bodem en voor hoe wij ons voeden, dan is dit wel een van de tuinen, en er zijn er gelukkig steeds meer, waar we met z'n allen van kunnen leren hoe het kleinschalig met elkaar anders kan. En dat vind ik ook mooi aan deze tuin. Ja, iedereen kan hier iets uithalen. Ja, het is echt onderwijs, want ik moet mijn kinderen, die dan wel gestudeerd, ik heb zelf natuurlijk ook economie gestudeerd, ik geloofde niet eens dat je uit 1 hectare of een halve hectare je onderhoud zou kunnen verdienen. Nou, er zijn inmiddels genoeg projecten die laten zien dat je 3 gezinnen uit een halve hectare kan voeden door er ook een stukje crème van te maken, een stukje wijn, een stukje dit. Weet je, dat je dus goede dingen in pot en dat weer te verkopen. En dan denk je, oké, ik wist niet dat het kon. Maar dat geeft al een hele andere mindset. Ja, ja. Ja, het hangt natuurlijk net vanaf wat je op zo'n hectare allemaal wilt. Hè? Ja. Als het alleen over groenten en klein fruit en kruiden gaat, dan kan je er heel veel gezinnen mee voeden jaar rond. Als het ook over granen gaat, aardappels, dan heb je natuurlijk meer ruimte nodig. Maar er is heel veel mogelijk. Ja.
voor mij is het heel belangrijk om, om als een voorbeeld te kunnen zijn, wat jij ook zeker bent, dat je je hart durft te volgen. Dat je voelt van waartoe word je geroepen om wat te doen. Ook al ben je bekend in een andere sector qua werk, jij ook, ik ook. En die loop was prima voor mij ook, maar dat je ook denkt van nee, ik blijf mezelf ontwikkelen. Ik blijf kijken waar ik nog meer verder kan leren, waarin ik eigenlijk nog meer die verbinding voel met de natuur. Want ja, dan merk je echt dat het zorgzame karakter, dat is wat wij allemaal hebben. Hè, zeker de vrouwen ook, en als dan ook je kinderen weer ouder worden en die gaan het huis uit en je hebt dan een tuin om voor te zorgen, ja... Meer cliché kan het niet, hè? Dat doen de meeste oudere vrouwen. Ja, omdat ze die zorgzaamheid willen voortzetten. En als je dat dan voelt in de tuin, voel ik me veel meer verbonden. En klopt het helemaal nadat de kinderen hun weg hebben gevonden. En toen had ik daar veel minder tijd voor natuurlijk. En nu kan ik daar veel meer verder in exploreren. En het maakt me heel erg blij. Het is een soort van cyclus, een soort van heelheid. Iedereen doet alles op zijn... op zijn tijd, wanneer dat ook klopt en wanneer het kan. En van mij mag het gewoon toch steeds meer geïntegreerd worden. Al ook in het leven van de jonge kinderen. Dat de jonge moeders ook al hier echt actief in deelnemen. Waardoor de kinderen dat hebben gezien en dat later weer kunnen oppakken. Als ze een jaar of 26 zijn en denken van nou, we zijn overal geweest. En 30, oké, nou we gaan ergens wonen. Wat gaan we doen? Een tuin erbij. Aanleggen. Ja, het is mooi hè, het past zo in de kringloop van het leven. Ja, passen, het is gewoon logisch, essentieel, eigenlijk raar dat we dat niet altijd hebben. Ik denk dat in een tuin kom je ook tot zoveel inspiratie, zoveel... Ja, je komt continu allerlei dingen tegen en dat maakt ook dat je... Ja, dat wekt een bepaalde nieuwsgierigheid op, maar ook... Ja, je kan je hoofd leegmaken, er komen weer nieuwe ideeën. Je zit letterlijk met je handen in de grond, je komt de wormen tegen. Dat doet gewoon wat met je. Ja. En het is heel mooi om dat van jongs af aan eigenlijk te ervaren als een rustpunt. Een stukje verbinding, heling en weer door. Ja. En dat is wat ik zelf hier ook wel voel, dat ik er zelf ook wel uithaal. Daarom ben ik nog steeds heel blij dat ik hier ben. Ja, en dat we echt voelen... Dat je niet zogenaamd die grote industrieën en die supermarktketens nodig hebt. Als wij met z'n allen dingen doen met onze tuintjes en rond de steden bepaalde zones hebben. Vroeger in Parijs was het dat 80% kwam uit al de tuinders die eigenlijk aan de rand van Parijs woonden. En eigenlijk is dat nu nog steeds aan de rand van steden. Zijn er heel veel tuinders en daar verderop natuurlijk ook. Maar dat je steeds meer ziet van ja... we hebben het allemaal in huis zelf. We hebben onze handjes, we hebben de natuur die ons helpt en die ons inspireert. En daarmee zijn we gezegend elke dag. Ja, absoluut. Dankjewel Willemijn. Nou, jij ook. Heel fijn hier weer te zijn. Ja, en ik denk dat we nog wel eens vaker elkaar goed gaan idee. Ontmoeten in de tuin. En, gaan we nu nog even een veldje zaaien. Hè? En, actie, handen in de grond. Ja. Want dat vind ik wel heel mooi, dat je dat ook heel erg bekijkt met het weer. Van dan regent het en dan kan je dit doen. Dat. En dat is ook allemaal gevoelsmatig, wat je steeds beter gaat voelen. Want ja, uit boekjes lees je het even, maar je hebt hier echt de tijd voor nodig, zodat die dingen inzinken. Ik zeg toch altijd, haast je niet hiermee. Dat je elke keer weer kleine beetjes meeneemt. Zodat het je niet gaat tegenstaan als je te veel kennis op je afkrijgt. En dan is het, hou je het gewoon leuk. Nou, en voel inderdaad ook in het moment wat past, wat nodig is en met name waar je zin in hebt. Dat is het, hè? Het gaat straks regenen, dus wij gaan zaaien. Ja, oké. Doei. Hey, dankjewel. Doeg. Nou, in dit veldje gaan we dadelijk winterwortel zaaien. En jij hebt gisteren met een paar anderen dit veldje leeggehaald. Hier stond ui in. Die ui ligt nu te drogen. En
alle andere onkruiden en zo, die leggen we dan tussen de bestaande planten, de groenten zoals de palmkool, zodat het mooi vocht kan vasthouden. Maar deze willen we wel echt schoon hebben, omdat wortel niet zo heel erg snel kiemt en dan heeft hij snel concurrentie. Dus we gaan hier nog eventjes schoffelen, harken en dan met deze zaaimachine zaaien we de worteltjes erin. Nou, er komen nog wat uien uit. Echt behoorlijke joekels dit jaar. En dan is het al bijna klaar. Het schoffelt ook nog meer. Toch leuk. Nog wat extra uitjes. Dit zijn zaadjes. Dit is een herfst- en winterras wortel, Robila. En ik schrijf altijd even op een stokje wat het is. Herfstpeen. Je kan nu namelijk nog zomer en herfst zaaien. En dan zie je het verschil niet zo, maar de een kan je dus langer laten staan. Zo. Nou, de zaadjes die gaan in de zaaimachine. Hele fijne zaadjes. Dit kan je natuurlijk met de hand doen. Maar ja, ik word daar niet zo blij van omdat het gewoon veel werk is. Nou, wat ik dan doe is dat ik ze op een rij zaai. Je kan daar lijntjes voor spannen, maar ik doe dit al een hele tijd. Dus ik weet wel ongeveer waar ik het wil hebben. De machine maakt een gul. Je laat de zaadjes vallen. En de ketting die sleept de gul meteen weer dicht. Dit? Dit is koolrabi. Die staat wat dichter op elkaar dan andere kool. Omdat het in doorsnee ongeveer 12 centimeter breed wordt. En hier staat ook een wortel. Laten we even kijken welke dat is. Een winter of een... Het heeft mijn stagiaire gezaaid. Er staat wortel op. Dat weet ik niet. Nou, misschien hoor je op de achtergrond wat kinderstemmen, wat geluiden. We hebben hier op de Veldhof ook een schoolmoestuin. En de basisschool uit Gorssel komt met de bovenbouw van de school. Alle klassen komen één middag in de week hier naartoe. En dan leren ze dus ook niet alleen hoe ze groenten verbouwen, maar ook hoe een ecologische tuin werkt. Samenwerken met elkaar. En het is natuurlijk ontzettend mooi dat ze niet alleen maar in de schoolbanken zitten, maar dat ze ook hier bijvoorbeeld een wedstrijdje hebben. Wie heeft de langste zonnebloem? En dat ze hem gaan opmeten. Dus dat is ook heel waardevol dat we hier die kinderen hebben die echt op hun eigen manier al de verbinding maken met gezond eten en deze tuin. Dus hartstikke leuk. Ik ga nog een extra rondje herfstpeen zaaien. En daarna ga ik door met de bietjes.